Volgende week is er iets belangrijks hier aan de haven. Rien, wat gaan we doen? We hebben Elburgse kampioenschap met rook, maar daar kan Theo wat over vertellen zo meteen. En we doen al sinds de 15 jaar doen wij dan met hoekwand vissen. Daar hebben we eenmalig één nacht hebben we daar in het jaar een vergunning voor. En dan mogen we met hoekwand op Veluwe meer vissen. En de paling die we vangen, die roken we dan en verkopen we dan voor de visserijvereniging. Ik heb begrepen van, dat je ook in die tijd altijd pootaal uitzet. Ga je dit jaar weer doen? Ja, maar we doen het nu wat anders. We hebben nu glasaal, die weer wat kleiner. En dat doen we in samenwerking met de peurdersvereniging uit Kampen. Want die kopen het groot in. En wij zijn natuurlijk maar een heel klein clubje. En wij kopen gewoon een kilo van hun over. Maar hun weten dat. En wanneer die glasaal hier is, dan zetten we ze uit. Alleen wanneer precies, dat weten we niet. Dat is niet meer op de dag zelf? Dat is niet meer op de dag zelf. Theo van de Reukvlotse, zeggen we dan in Elburg. Ja. Theo, wat versta je onder palingroken? Ja, palingroken is het zouten van de paling, het roken van de paling, het drogen van de paling, gewoon het hele recept eigenlijk bij elkaar. En ja, dat is al op zich wel een kunst op zich. Zoveel palingroken zijn niet meer in Nederland. Dus elk hobbyroker die vindt het leuk om te doen eigenlijk, zeg maar. Wat is belangrijk bij het palingroken? Het belangrijkste bij het palingroken is eigenlijk het zouten en het drogen van de paling. Het drogen van de paling geeft eigenlijk het beste eindresultaat voor een mooi gekleurde paling. Je zegt drogen van de paling, dan kun je hem dus hier op de wal leggen, dan wordt hij vanzelf droog, maar dat zal niet de bedoeling zijn. Er zijn mensen die hangen hem aan de waslijn een nacht en dan is hij ook droog. Je hebt mensen die leggen ze op de wal, die zijn ze ook droog, maar wij prefereren om de paling dan te drogen en met een temperatuur van een graad of 35, 40. En dat doet anderhalf uur lang en dan voelt de paling aan als perkament. En dan gaan we het vuur opstoken en tot een graad of 75, 80 en dan wordt de paling mooi op kleur. Je ziet tegenwoordig hele moderne rookkasten. Komen die hier ook of komen hier nog de ouderwetse kasten met snippers, etcetera? Nee, we zijn in Elburg en wij doen het gewoon op de ouderwetse manier. Gewoon met vuurhout, beuken, eiken en snippers. Dan is het zaterdagmorgen vroeg uitvaren hier om te kijken. Nee, eerst vrijdagavond natuurlijk de hoekwand uitzetten. Ja, wij hebben om 6 uur, dat is een modern woord tegenwoordig, een palaver, vergaderingetje. Dat zijn alweer wat de regels zijn. En op dat moment wordt ook na het aantal inschrijvingen wordt dan ook bepaald hoeveel hoekwand, hoeveel haken we overboord mogen zetten, want dat is gelimiteerd. Dus je mag bijvoorbeeld maar 5000 haken uitzetten, die moet je dan verdelen over 20, 50 of 100 boten. Ja, zo klopt het. En de laatste jaren deden ze zo zeg maar om de 10 mee en dan was het ongeveer, vroeger had je een spleet hoekwand, zo noemden ze dat, en er zaten 200 haken op en op 10 haken kijken we niet, maar er moet niet in één keer iemand met 300 haken komen, dat valt ook trouwens op. En eerlijkheid duurt langst. Dan wordt dat gevangen en de vangst, is daar nog een prijs aan verbonden? Ja, daar hebben we een prijs voor en we hebben dan zaterdagmorgen, om een uur of 5 gaan wij dan het hoekwand binnenhalen. En dan vanaf 7 uur, 7:30 is het verzamelen bij de afslag. En daar hebben we dan, dan wordt die vis gewogen en daar wordt dan een prijsje aan verbonden, maar dat wordt, veel later wordt dat uitgereikt. En dan doen we de vis schoonmaken. De paling, als we die vangen, want vorig jaar houden we maar een pond of 10, 12. En dan doen we ter compensatie doen we dan nog wat makreel bij of pontjes, haring, dat roken we dan ook. En dat is dan gewoon voor de kas van de visserijvereniging. Kan iedereen lid worden van de visserijvereniging? Ja, iedereen kan lid worden. Want we hebben ook donateurs en we hebben dan 2-3 evenementjes in het jaar die we dan doen. En onder andere ook het klompjeschel in de gracht. En, en dan hebben we altijd 1 of 2 weken na de botterdagen hebben we dan de punterzeilwedstrijd. En dat zijn de evenementen van ons. Maar met zo'n klein clubje en met een stuk of 8 vrijwilligers, 10, is het toch wel aardig wat. Paling roken en dan is de paling klaar en dan moet ze beoordeeld worden. En iedereen heeft zijn eigen smaak. Hoe kom je op dat objectief oordeel? Nou, iedereen komt hier om 11 uur binnen en die zet de rookkas weg. Die kan om 11:30 de paling uitzoeken, zelfs 2 palingen uitzoeken. Op dat moment wordt die gelabeld met een nummer en dat nummer correspondeert aan die naam. Dat is allemaal onzichtbaar voor diegene die het keurt. Diegene die het keurt, in dit geval is ook onze burgemeester, die gaat ook keuren. En dan op een gegeven moment wordt het punt opgeteld, geur, kleur, smaak, alles bij elkaar, wordt alles bij elkaar opgeteld. En dan op een gegeven moment komt er een puntaantal uit en diegene die het hoogste puntaantal heeft, is de winnaar. Ik kan me voorstellen dat je er wel verstand van moet hebben, want het op geur en kleur en dat soort dingen beoordelen is natuurlijk wel moeilijk. Nou, we hebben
twee keurmeesters die er echt veel verstand van hebben. Dat is Lamt Koornberg uit het Noordeinde en Joopje Bosman, de voormalige visboer uit Elburg. En we hebben als consument hebben nou onze burgemeester. En die keurt het gewoon zeg maar naar eigen inzicht. Dus dat is prima. En wat is de hoofdprijs? Ja, de hoofdprijs is gewoon een beker en de eer. Want wie wil dan niet in Elburg eerste worden met palingroken? Theo, hoe ben jij zo in connectie gekomen met Rien? Nou, wij deden altijd mee met de rookwedstrijd. Die werd georganiseerd door de visserijvereniging. En op een gegeven moment liep een beetje terug. En toen Rien en andere jongens kwamen bij ons en zeggen: jongens, jullie zijn met 7, 6, 7, 8, 9 man. Hebben jullie geen interesse om dat jullie op te nemen, de rookwedstrijd? Ja, wij vinden zelf dat in Elburg kan eigenlijk geen rookwedstrijd ontbreken. Want ja, visserij staat aan de voormalige Zuiderzee. We moeten dat gewoon doen. Dus vorig jaar hebben we de handen in elkaar geslagen en we zijn tot elkaar gekomen. En daarom doen we dat nou samen eigenlijk. En we hopen dat er dit jaar toch een dikke 20 rookkasten komen. Dus dat is voor een rookwedstrijd aardig veel. Hoe laat kunnen de mensen aan de haven terecht? Oh, 's morgens om 5 uur. Nee, maar vanaf een uur of 12, dan is de eerste vis waarschijnlijk al wel gerookt. Hun zitten er nog vol in de wedstrijd. Maar wij roken dan met een paar rokers ook voor de clubkast, zeg maar. En dat de veilingmeester, dat deed eerder Jan Westering, maar die is niet meer onder ons. En nu dat Johan Deen die dat met wat vrijwilligers. Nou, ik zou zeggen, veel succes en laten we hopen op mooi weer. Ja, het belangrijkste is, als we dit weer hebben, dan zijn we helemaal blij. Dan is het droog en een zonnetje erbij. En ook niet vergeten natuurlijk voor de toeschouwers, komt er nog een koor zingen. Het koor Eigenwijs, het Elber, voor de vrolijke noot. Hapje en het drankje, alles is aanwezig. Dus kom allemaal kijken voor een leuke dag.